Welkom bij de eerste van, volgens mij vier heb ik het beloofd, vier edities van Zeer Warme Babbels. Het zijn, ik weet je dat ik niet eens weet of ik dit nou wel bedoeld had dat het allemaal positief was. Alle insteken. Maar als het maar heet wordt. Oké. Okay. Ja, maar warme babbels moet wel positief zijn. Maar deze eerste keer is zeker positief. Want we gaan het hebben over dingen waar we trots op zijn. Tijdens het gamen. En dan hoop ik dat jullie allebei gezegend zijn met een bepaalde mate van zelfvertrouwen. Want je hebt ook mensen die vinden zichzelf in alles kut. Die zijn nergens trots op. Dat heb ik. Maar, ja, dus het was diep graven. Maar ik ben in de krochten van mijn jeugd gedoken. Momenten waar ik toch nog wel trots op ben. Jij bent nooit trots op wat je maakt? Nee, echt niet. Nou, ik ook niet. Heel snel. Nee, eigenlijk nee. Nee? Nee, helaas. Oké. Okay. Jij, Skate? Ik herken me daar totaal niet in. Nee, op alles. Ik ben absoluut trots op een aantal dingen die ik gedaan heb. Okay. Binnen en buiten de gaming. Ja. Ja, soms moet je het ook gewoon... Je hebt iets gemaakt of gedaan en dan moet je het wel ook wel gewoon... Je moet het loslaten. Geef een plek. Ja. Laat het achter je. Nee, ik kan dat dus heel slecht. Wees gewoon trots. Ik heb altijd zoiets van, ja, maar ik had eigenlijk dit zo moeten doen of ik had dat zo willen doen. Ja. Dus ik heb nooit dat ik echt... Ik kan heel weinig dingen van mezelf echt terugkijken. Nee, dat heb ik ook. Ik kijk niet graag naar mezelf, naar mijn eigen dingen. Alhoewel, het is wel een tijding. Bijvoorbeeld als je nou kijkt naar First Look bijvoorbeeld. Ik had altijd, dat ik First Look gewoon werk je met de hele crew, je helemaal de tyfus. En dan was het klaar en dan kon ik er niet echt van genieten. Was ik eigenlijk alweer bezig met dat moet beter. En nu, als ik terugkijk, dan denk ik en ik zie wat er vandaag de dag wordt gemaakt aan evenementen. Dan denk ik, fucking hell, we hebben met z'n allen hebben we wel echt iets neergezet. Ik weet niet of nog veel mensen daar überhaupt ooit overheen komen. Dat heb ik met GameKings op tv ook. Van, ik kan zeggen wat je wil, maar we hebben 16 jaar lang een programma gemaakt. Welk tv-programma is nog 16 jaar lang? Ja, dus, nee, fair enough. Ik heb dat dus niet. Zoiets ook niet als je... Dat komt misschien wel. Dat komt wel. Jij zit nog in die jonge fase van je bent heel ambitieus. En op een gegeven moment dan ga je ook inzien van... Ja, weet je moet ook een beetje tevreden zijn op wat je hebt gedaan. Daar ben ik ook wel mee bezig hoor, om dat iets meer een plek te kunnen geven. Maar het gaat dus over gaming. Dus ja. we gaan het niet over het leven. Gelukkig maar. Ja, precies. Het gaat over dingen die je in games gedaan, bereikt hebt, waar je echt zoiets van, fuck, dat is wreed. Leek me gewoon eens leuk om daarover te hebben. En we gaan gewoon voorbeelden bij iedereen naar voren halen. Skate, je mag aftrappen. Ach, Jezus. Ja. Ik vond het wel lastig. Er is een aantal dingen die eigenlijk al jarenlang op dat lijstje prijken, zeg maar. Maar verder komt er niet heel veel bij of zo. Nee, dus waar ben je trots op? Wat is trots zijn? Ik bedoel, ben je als je een game gewoon uitgespeeld hebt, ben je dan trots dat je het einde hebt gehaald? Nee, dat is lastig. Het gaat toch wel echt om hele speciale dingen die misschien moeilijk zijn of uitdagend, competitief. Ja, er zijn genoeg dieptepunten ook absoluut geweest. Die kan ik makkelijk opnoemen. Ja, daar heb ik ook eentje voor. Dat heb ik sinds afgelopen vrijdag heeft natuurlijk Jelle een jeugdtrauma opgelost eigenlijk. Of achter zich kunnen laten. Die had in Pac-Man World, geloof ik heet het, of Pac-Man Land. Moest hij in level 1 al over een zwembad springen. En dat is heel zijn jeugd niet gelukt. En vrijdag is het dus eindelijk wel gelukt. Dus dat was één groot feest. En toen herinnerde ik me ineens Driver. Hmm. Het begin van Driver. Dat was de tutorial, letterlijk de tutorial, dat in een parkeergarage moest je een aantal Oh, we gaan dan gewoon bij jou beginnen. Sorry, ik heb me helemaal overgekaapt. Nee, maar dit is nog niet waar ik trots op ben. Maar dit is iets wat ik merk dat ik dit heel graag een keer wil kunnen. Dus het is mijn plan en droom om dit binnenkort een keer te gaan doen. En dan gewoon door de tutorial van Driver heen te komen. En dan zou ik daar echt heel trots op zijn. Want daar ben ik heel mijn jeugd mee bezig geweest. Dit was verschrikkelijk. Dit was echt een van de meest tergende tutorials ooit. Sterker nog, dit was volgens mij, als ik het nu teruglees, veel moeilijker dan de game zelf. Dus er zijn heel veel mensen die zijn nooit verder gekomen dan dit stuk. Alles te maken met de besturing van die auto, die volkomen wacky was. Ja, nee, dus dit wil ik heel graag aan mijn lijstje voor volgend jaar kunnen toevoegen. Jij bent dit ook niet. Nee, is iemand die het wel kan. Ja. Inderdaad. Nou, zo zijn er, laat ik het zo zeggen. Er zijn ongetwijfeld elk jaar momenten geweest dat ik iets doe en denk, yes! Dat je ergens doorheen komt waar je gewoon vast zit. Alleen gaat het altijd zo snel weer in de vergetelheid. Dan ben ik al meteen weer verder. En dan, het is niet dat ik dan trots ben, maar meer zoiets van, ah, fuck, ik heb hem, weet je. Ja. Dat vind ik wel het leuke aan game om iets te overwinnen wat jou niet lukt. En het interesseert me dan inderdaad niet zoveel dat er iemand op YouTube zegt van, ik doe het met één hand en mijn ogen dicht en in één keer. Ik bedoel, het is mijn crappy game style, maar het is me wel gelukt. En
Dat vind ik wel leuk inderdaad. Maar deze kan ik me ook wel herinneren als fucking moeilijk. En, ja. Maar mijn dieptepunt was dus 16 uur vastzitten bij de Nameless King in Dark Souls 3. om zeg maar om 8 uur 's avonds beginnen. 16 uur? Ja, zo, nou, achter elkaar? Ik begon 8 uur 's avonds met de stream. Oh, wow. En om 12 uur 's middags heb ik hem geëindigd. Ik heb niet alle 16 uur gespendeerd aan de Nameless King, maar het was een stream van 16 uur, waarin ik zeker 12 uur met die kutbaas bezig was. Toen ben ik een paar uurtjes gaan slapen. Toen ben ik de volgende, ben ik een paar uur later wakker geworden. Toen ben ik er weer achter gaan zitten. En toen heb ik hem in één keer gehaald, offstream. Dat is dan wel heel kut. Want niemand gelooft je. Nee. Maar het was echt zo. Maar dat was mijn dieptepunt. Maar als ik dan toch met een hoogtepunt moet beginnen. Ja. En laten we dan meteen ook in dit straatje blijven. Van, Dark Souls. Dan is het het platinumen. En ik ben absoluut geen platinum hoer of wat dan ook. Ik ben geen completionist. Je bent geen Steven. Ik ben geen Steven. Nee. Maar dat ik Bloodborne als eerste van alle Soulsborne games geplatinumd heb. Mm-hmm. 100% trophy score. Ja. Dat vond ik wel een extreme prestatie van mezelf. Ook omdat waar iedereen vast op zat, dat was de Chalice Dungeons. Dat was een eigenlijk op zichzelf staand iets in Bloodborne. In je central hub had je van die graven. En dan kon je verschillende dungeons mee betreden. En die opdrachten die je binnen die dungeons moest doen, die werden met de opdracht moeilijker en moeilijker op het tergende af. Op het bijna onmogelijke af. En wat ik al zei, ik heb niet heel veel games geplatinumd. Dus misschien echt gewoon, weet ik veel, 10, 20 of zo in totaal. Mm-hmm. Maar toen ik eenmaal de laatste trophy in die challenge dungeon behaalde, Toen heb ik wel even een traantje gelaten. Want daar heb ik me echt dagen en nachten op stuk gebeten. Dat was niet normaal hoe moeilijk. Nee. En voor mij een overwinning op mezelf ook. Omdat dit zijn niet de makkelijkste games. Nee. Maar ik ben committed, weet je wel. Naar dit soort games, aan dit soort games. En als je hem dan toch helemaal complete, dan doet dat wel wat met je. Doet die game dan ook nog iets ermee? Een soort van feliciteert hij je? Of is het gewoon echt zo? Nee, nu je krijgt een trofee in beeld. Een trofee en that's it. Ja, pling. En dan de namen van de mensen die het gemaakt hebben. En dat soort dingen. Ik heb Bloodborne er ook bij zitten. Oh. Ook gewoon. Dus je kan nog een keer het trainertje erin gooien. Nee. maar anders dan skate. Ik ben er namelijk trots op dat ik deze game, en dat is ook de enige Souls-like game, heb ik uitgespeeld. En ik zal eerlijk zijn, een aantal eindbazen heb ik met hulp van andere mensen gedaan. Ja, met je belletje. Met mijn belletje. En het grappige is, ik heb daar ook weer een Souls-like angst aan overgehouden. Het was zo moeilijk. Ik ken mezelf gewoon net te goed. Ik word zo gefrustreerd. Ik heb niet wat Steven helemaal heeft en wat Skate ook heeft. Die rust. Oké, nog een keer. Oké, fuck it. Doe ik nog een keer. Ik word gewoon helemaal gek. Ja. Maar het is gelukt. Het is uiteindelijk wel gelukt. Maar ook wel echt, mijn vriendin, dat was ruzie. En ik was ongenietbaar. En nu heb ik Elden Ring thuis. En ik durf het gewoon niet. Ik ben gewoon bang voor ruzie. Nee, want ik heb nu een groot huis. Dus ik kan nu 2 etages hoger. Maar gewoon, je gaat er tegenaan lopen tegen die momenten. Ik vind dat er is geen enkele andere game die dat heeft. Of genre die het behalen van iets ook echt. Ja, je kan zeggen van, ik heb Elden Ring uitgespeeld. Dat is een ding. Ik bedoel, als jij zegt, ik heb Assassin's Creed uitgespeeld, dan zeggen de meeste mensen, jeez, heb je daar zoveel tijd in gestoken? Nou, de roguelite games. Ik bedoel, het feit dat ik bijvoorbeeld de game of the year vorig jaar voor mij, dat was Returnal. Mm-hmm. Het feit dat ik die na een break te hebben genomen, omdat de game me te veel intimideerde. Ja. Dat ik hem volgens 2 maanden, 3 maanden later weer heb opgepikt en hem alsnog heb uitgespeeld. Dat was ook wel een hele grote overwinning op mezelf. En dat is niet echt een Souls-like game, maar het was een roguelite game. Ja. En die creëert wel datzelfde gevoel, hoor, als je dat eenmaal weet te completen. Het is ook wel zo dat, want volgens mij heb jij vooral veel wat oudere games. Mm-hmm. Dat die moderne games dat gevoel moeilijker bij je teweeg brengen, omdat ze allemaal gewoon wat makkelijker zijn. Je kunt makkelijker naar de makkelijker mode. Je wordt geholpen. Het is allemaal, de moeilijkheid gaat volgens mij gewoon wat lager. Waardoor je, dan heb je het gehaald. Ja, ik heb het gehaald. Nou, tof, toffe game. Leuk. Ja, ik heb het gehaald. Tof verhaal. Dat denk ik. Leuk verhaal. Ja, precies, ziet er mooi uit. En Elden Ring heeft dat dan blijkbaar weer. En dat had ik met Bloodborne ook, van dat ik dat gehaald heb. Fuck, weet je, bedoel. Maar in Elden Ring heb je wel weer meer beweging. Ik ga ook wel beginnen. Maar dat
Er zijn weinig intimiderende games en intimidatie en moeilijkheidsgraad en uitdaging die zo hoog ligt dat je er ook daadwerkelijk trots op kan zijn als je het haalt. En dat heb ik met weinig andere moderne games. Ik vind het leuk om af te spelen. Ik heb ook zeker wel mijn momenten, maar niet dat ik denk van nou, ik heb nu wel wat gepresteerd. Ja. Dat is een beetje lastig. Maar noem eens iets uit het verleden dan. Nou ja, ik wil naar mijn Souls-periode. Maar dat had er eigenlijk meer mee te maken dat toen ik een PlayStation 1 had. Ja. Ik weet niet of dat een geldding was of waarom we dat niet per se niet hadden. Maar we hadden heel lang geen memory card. Wat betekende dat er heel veel games waren die ik wel begon. En dan op een gegeven moment ging ik of dood of ik moest naar bed of whatever. En dat betekende dat ik de dag daarna gewoon weer opnieuw moest beginnen. Oeh. Dus ik speelde... Ja, onze Commodore 64 tijd in principe. Ja. Want daar had je ook geen memory cards en dergelijke. Je moest gewoon die game uitspelen. Ja, dus de eerste die ik me echt kan herinneren dat ik hem ooit heb gehaald is Lucky Luke op de PlayStation 1. Of Lucky Luke eigenlijk. Lucky Luke. Lucky Luke. Zo heet hij in het Nederlands. Dat was deze game. Ja. Ik kan me dit gewoon nog, als we het over trots hebben, ik kan me dit wel echt nog gewoon, ik kan elk level, kan ik me zo, als ik het weer zie, kan ik het weer herinneren en daar ben ik echt dus dagen mee bezig geweest. En af en toe had ik dan geluk dat ik in het weekend misschien een keer de PlayStation 's avonds aan mocht laten staan. Mm-hmm. En dan ging je weer verder. Maar ja, het was ook gewoon voor kleine ik was het ook gewoon best wel lastig om überhaupt te halen. Ja. Ik had Tarzan had ik, Disney's Tarzan. Het is precies zo'nzelfde game. Die was ook echt ingewikkeld. Die vond ik echt nog steeds moeilijk. Ik heb het opgezocht, die schijnt ook gewoon heel moeilijk te zijn. Dat soort games, daar was ik dan gewoon maanden mee bezig. En dit level kan ik echt dromen, want dit is het eerste level. Mm-hmm. Dus dit speelde ik eigenlijk. Ik heb deze vaker gespeeld dan de rest van die game, omdat ik hier gewoon altijd mee moest beginnen. Dus dat... Is natuurlijk ook een beetje het platformgenre. Ja, nou ja. Want ik bedoel, Super Mario Bros. Daar ben ik ook wel trots op. Die heb ik namelijk ook uitgespeeld. En dat was een behoorlijk pittige game, weet je. En Ori and the Blind Forest is ook... Niet super moeilijk, maar ook dat vond ik vet om hem uitgespeeld te hebben. Dan was ik echt wel voldaan. Misschien niet trots, maar voldaan van wow, mooi avontuur. Gameplay was echt wel lastig. Platformers hebben dat ook wel een beetje, die uitdaging. Ja, dit ook. En het heeft natuurlijk ook altijd dat verzamelen. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar ja. dat ik wil wel ook alles hebben in zo'n level. Oké. Dus ja, dat boeit mij dus echt helemaal. Nee, ja, dat hebben de weet je, vooral, ik kom straks, de Donkey Kongs, de Crash Bandicoots. Goed, mm-hmm. Dat is de uitdaging van die game. Dus dat is dan hetgene wat het voor mij ook leuk maakt. Ja. Maar goed, mijn PlayStation 1 Adventures dus in mijn lijstje. Oké. Skate? Ik ga even door waar ik gebleven was. We gaan een sprongetje vooruit maken in mijn From Software tijdlijn. Ja. En we gaan naar Sekiro. Sekiro. Niet alleen een game die ik ook geplatinumd heb, maar dat was wel een dingetje. Deze hier. Ja. De eindbaas. En Ishin, de Sword Saint. En... Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik hem de nacht daarvoor in een andere playthrough, in mijn review playthrough zeg maar, in 8 uurtjes geklaard had, zeg maar. Maar de volgende dag ging ik hem dus ook streamen. Ja. En dit was mijn eerste poging in de stream. Toen had ik nog niet gezegd... Ik vond het heel mooi hoe je heel veel je hand losliet en toen dacht ik toch weer even terug. Ik zag dat ik hem nog moest afmaken namelijk. Ja. Maar... je moet het maar doen. Je moet het maar doen natuurlijk, weet je wel. Ik bedoel, het feit dat ik hem de nacht daarvoor in 8 uur uiteindelijk wel geklaard had. Maar getraind had dus. Ja. Wat ik overigens niet had verteld natuurlijk aan de mensen. Pas naar de hand hoor. Maar, maar je moet het maar doen op het moment dat je die stream aanzet. En je bent bij de eindbaas. En die motherfucker is tough as nails. Ja. En je klaart hem in 1 keer. Dan kun je zeggen, ja, maar je hebt hem de avond ervoor, daar heb je er 8 uur over gedaan. Dan nog moet je hem op het moment supreme, moet je hem alsnog zien te klaren. En dat heb ik toen voor elkaar gekregen in 1 keer. En, met de druk van de kijker. Ja, dat de hebben druk wij van de kijker ook niet, nog natuurlijk, weet je wel. En dat maakte het wel extra pittig. Maar uiteindelijk, als je eenmaal in zo'n fight zit, dan weet je dat wel, dan weet je je daar goed af te schermen. En als je het dan doet, ja, dan vind ik dat wel heel erg... Dat was een momentje om er trots op te zijn, zoals je wel kon zien. Ben ik heel end in gekomen, Sekiro. Maar dan elke keer, dan als er weer zo'n eindbaas, dan kreeg ik dat van... Oh nee, dat durf ik niet. Maar ik heb het toch wel een aantal verslagen. Maar ik heb het niet afgemaakt. Maar gamen en praten, dat is wat veel kijkers vaak onderschatten. Ik bedoel, zitten we hier een beetje te streamen. En het is gewoon niet makkelijk. Nee.
Want je bent echt aan het nadenken ook van, oké, wat ga ik zeggen? En vervolgens moet je daar ook bij nadenken. Dus mensen onderschatten dat soms een beetje. Van, ja. Oh, je kunt er ook geen hol van. Nee, maar vaak maar is ja. Het wel zo bij dit soort fights. Dan kijkt het publiek niet raar op als je ze even compleet met rust laat, zeg maar. Ja. Weet je wel? Want nee. Dan moet er gewoon even een baas verslagen worden. Dus dan gaat even ja. Dus tunnel vision. Hè? We gaan even de tunnel mode in. En dan komen we er pas uit zodra die verslagen is. Ja. Dit is wel eentje waar ik wel vaker over verteld heb. Het heeft te maken met de E3 heel lang geleden dat ik daar een keer robbed ben. Ik weet nog steeds niet of het in de taxi was of dat het in het hotel was. Oh, je bent echt robbed. Ik ben echt robbed. Ik dacht van een gamer. Nee, gewoon mijn tas, mijn rugzak met mijn laptop erin. En het enige wat ik nog had was mijn paspoort en $2000. Want ik kwam uit Las Vegas voor een andere trip en daar had ik $2000 gewonnen. Dus dat scheelde nog. Maar alles vers, mijn bankpassen en mijn Game Boy. Met daarop Tetris. En ik had Tetris uitgespeeld. En dat uitspelen betekent dat je gewoon niet verder kon qua cijfertjes bovenin. Volgens mij 9999. Ik was hier fucking goed in. Ik kon uren en uren zonder af te gaan Tetris spelen. Ja. Ik wist niet eens dat je dit kon uitspelen. Nou ja, uitspelen is... Het gaat ook wel door. Maar je kan gewoon... Je highscore kan niet hoger. Want er zijn niet meer decimalen in. Ah. En ik heb het ook een beetje met Lumines. En ik ben in veel dingen... Ik vraag me dat altijd. Waarom kan ik... En hoe heet die fruit shit ook alweer? Waar je ook nog zo mee bezig was? Fruit shit? Waar die bejaarde... Candy Crush. Candy Crush, ja. Nee, nou, dat is meer gelukt, toch? Of niet? Nee, het is ook wel een soort van inzicht. En waarom kan ik dit dan wel? Blijf ik hier rustig bij? Maar bij een Souls-like games... Totale paniek. Vind je dit rustgevend ook? Ja, ik ga je... Dit, als dit dieven snel gaat, hoe is het rustgevend dan? Ja, ik snap dan, ook niet dat je dit zo... Dit gaat op een gegeven moment zo snel. Ik denk gewoon al vooruit van dat moet ik daar hebben en dan moet ik die hebben. En je kan daar zien welke er komt. En ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon leuk. Dus ik had dit uitgespeeld. En maar ja, het is net als met skate. Ik kan het niet bewijzen, want het is gestolen. Ik heb van een hele lieve community lid weer een nieuwe Game Boy gekregen. Met de game erbij. Maar dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Het is niet die cartridge... Waar dit op stond. En ik weet ook wel op dat moment... Ja, ik baalde natuurlijk verschrikkelijk dat ik mijn vliegticket kwijt en dat soort dingen. En het was één grote ellende. Maar uiteindelijk dus soms is het geld niet eens belangrijk. Maar ik zei het die herinneringen. Bijvoorbeeld als er ingebroken wordt in het huis en mensen stelen bijvoorbeeld fotolijst met foto's erin. Dat nog het vervelender is. Omdat het een herinnering is van ja. Je. Ja. Maar daar was ik echt trots op dat ik zo ver kwam. Dus, vet. Ja. Ik even kijken, waar ga ik heen? Ik dacht, het is niet per se knap, want het is niet de moeilijkste game. Maar de eerste, het heeft de spark that enlights the fire. Is dat een gezegde? In ieder geval, de eerste keer dat ik Jak & Daxter, dat is de eerste game die ik ooit gecomplete heb. Dus daar komt het, daarvoor speelde ik natuurlijk al wel op de PlayStation 1 ook de Crash Bandicoot serie. Maar toen was ik nog op een leeftijd dat ik al lang blij was dat ik het einde van het level haalde. Dus dat ik die ging completen, dat is pas later. Maar de eerste keer dat ik echt alle, volgens mij, de orbs in deze game, daar moest ik er 100 van verzamelen. Wederom weer een beetje het enige wat die game echt wat uitdagender maakt. En dit is dus de eerste game waar ik ze alle, kijk, dan komen ze ook, dat is vet. Dan heb je dit. Kijk, dit is wat je trots maakt dan. Weet je wel? Dat het wel even een leuk filmpje krijgt waarin je ziet. Dat zijn echt een hoop ballen die ik heb verzameld. dus dit is de eerste keer dat ik ze alle 100 had. En dan kreeg je ook een teaser naar het volgende deel. Dus dat was gewoon de eerste keer dat ik echt een game 100%, of volgens mij was het dan zelfs 106% of zo, had uitgespeeld. Dus daar ben ik wel trots op. Ik moet wel zeggen dat niet elke game developer snapt dat als je iets dat komt. Het completen van een game, dat het voor veel mensen een ding is, dat ze iets geven, al is het een cutscene van wow, great job, weet je wel. Bij sommigen is het inderdaad gewoon poef, ja. En dan komen er gewoon, hoe heet die ding altijd? De credits komen van, en denk van ja. Vorig jaar, of dit jaar, nou, ik heb hem in ieder geval dit jaar denk ik nog, Kena. Ja, Kena. Fantastische game. Dan moest je die kleine zwarte mannen, ik wil zeggen donkere mannetjes, maar dit waren gewoon echt zwarte mannetjes verzamelen. En ik had die game uitgespeeld, toen moest ik er nog 20 hebben of zo. Nou, dat was best wel veel moeite om ze dan allemaal te vinden. Heb je ze allemaal en dan krijg je gewoon precies hetzelfde einde als dat je al hebt gehad. Ja, dat voelt dan toch zuur. Dan is de moeite niet waard. Daar zit iemand niet op te letten. Nee.
En dat was een kleinere studie, dus het is, of een studio, en het is vergeven. Ja, want ik niet echt... bij zoiets, man. Want als je zoiets implementeert, dan moet je gewoon, je moet ook een payoff deliveren. Ja, maar ik vond het gewoon wel echt een hele vette game, dus ik wil die game niet afbouwen. Dat zijn namelijk de gamers die jou het langst trouw gaan blijven, want die spelen die hele game van A tot Z en weer terug uit. En ja, die moet je en belonen. Eventueel DLC ook nog, weet je wel, die kopen ze dan ook blind. Ja, Kena 2 ben ik helemaal bij. Ja, nee, precies. Dus, maar nu zijn ze me kwijtgeraakt. Nu je dat ziet van dit is van... Wow, brrr, je ziet even alles wat je gehaald hebt, weet je wel. En dan wauw, weet je wel. Je characters die dat voor je doen. Dan denk ik van oké, dat is tof. Dat is een... Ja, dat maakt je trots en dat geeft dan wat terug. Dus dat vind ik heel vet. Wie had jij, Skate? Wie had wat? Heb jij nog meer trots? Ik heb zeker nog wel... kom maar op. Ja, we gooien dit even over een hele andere boeg. Ja. Dat is een andere kant van mij. dance. Bijna. Lips op de Xbox 360. Oké. Okay. Alle liedjes? Nou, niet alle liedjes. Maar er waren Hebben we daar ook beeld van? Nee, gelukkig niet. Maar dat was tijdens een vroegere relatie. En zij had ook de Xbox 360 thuis staan. En wij deden dan vaak gewoon met wat vrienden en vriendinnen deden we Lips. Gewoon in die karaoke shit, zeg maar. Ja. Het is gewoon het SingStar voor Xbox. Toch? SingStar voor Xbox, inderdaad. Ja. En er waren een paar songs. Ja, en die zitten gewoon. Die zitten nog op mijn netvlies gebrand. Brugklas shit en zo. Zesde klas lagere school. Ja. Culture Club. Do You Really Want to Hurt Me? Culture Club. Karma Chameleon. En Tears for Fears. Shout. Ja, die ja. drie songs. Die kon ik woord voor woord. En ook gewoon echt op perfecte toonhoogte en zo, weet je wel. En er was ook een vriendin van ons die kon het ook heel erg goed. Dus je gaat op een gegeven moment... Het is gewoon gezellig met elkaar, weet je wel. Dank je erbij. Maar stiekem werden wij heel competitief. En voor ik het wist, was ik echt gewoon dusdanig aan het oefenen, ook in mijn vrije tijd. Als mijn vriendin naar de werk was, mijn ex-vriendin. Ja. Dan hoorde ik gewoon die fucking Lips aan. Omdat ik twee toontjes een trilling, een timbre... dat ik dat net nog even miste, dat ik die ook perfect deed. En bij die drie songs was het uiteindelijk zo dat ik in de top 10 van de wereld terecht kwam. En dan hebben we het niet over 20 mensen of zo. Nee, waren echt gewoon vele duizenden mensen die al die songs deden. Ja, maar dat ik dan met Tears for Fears en Culture Club in de top 10 terecht kwam. Ik vind het ook echt... Vond ik tot. Ja, dat vind ik heel goed. Ik vind het ook heel zonde dat ik... Althans, SingStar, die had toen een tijd namelijk dat ze online kon je echt nummers... kopen zelf. Dan was het niet meer dat je die discs met 20 nummers, maar je kon echt specifiek wat jij. Het is nu volgens mij hebben ze het nu allemaal offline gehaald. Dus je kan alleen nog maar zingen wat je hebt. Ik vind dat echt zonde. Ik vond dat hele vette games. Ja. Ik vind het ook echt knap dat jij. Ik heb nog nooit een liedje 100% gehaald, zeg maar. Dus dat is wel echt. Is een musician. Ja, een musician. Ja. Ik heb. Want er is ook een. Die muziekgames die hebben ook wel wat om. Te presteren. Skate en ik kunnen dat nog wel herinneren van de World Cyber Games. Guitar Hero. Zo. Wij hadden, omdat wij het organiseerden, dan gingen we met het Nederlandse team vanuit Blammo. Dus we kenden die jongens en er waren, ik ben zijn naam even kijken, maar er was één jongen die kon alles 100%. En als je zag wat hij kon, insane. Die hele snelle... Gewoon van A tot Z uit zijn hoofd. En kon hij ook blind. Hij kon ook serieus gewoon blind doen. Die South Park shit. Bizar. Insane, ja. En ik heb dat wel eens geprobeerd. Het lukt mij nooit. Terwijl ik gewoon een drummer ben en op zich redelijk op de maat kan doen. Maar het heeft dan net even te weinig met muziek te maken. Het is natuurlijk ook weer bepaalde vingervlugheid, bepaalde rust in je hebben. Al kan ik me wel voorstellen dat dat soort guys en girls meer aanleg hebben om goed gitaar... Want in principe doen ze wel bijna dezelfde handelingen, weet je wel, met hun vingers. Op een gegeven moment hadden ze toch ook een versie waarbij je daadwerkelijk een echte gitaar had. Ja. Dat was niet Guitar Hero, maar die Rockstar? Rockband? Volgens mij Rockband. Rockband, ja. Nee, dus dat kan ik me ook voorstellen dat je... kijk, dit zijn de toppers, maar... Het completen van een nummer of dat je daar trots op kan zijn van fuck, weet je. Zo die hele snelle jongens, vond ik echt heel mooi om naar te kijken. Maar zelfs met dat Dance Revolution en zo. Het heeft niks meer met dansen te maken, maar hoe zij daar... Ik zag van de week een filmpje van een guy die... Want je hebt bij Dance Revolution heb je twee van die dingen naast elkaar, hè? Voor twee personen. Ja, die gast speelde gewoon op de hoogste moeilijkheidsgraad
allebei de dingen. Dus hij, nee joh. Hij ging gewoon van Ierse dans. Die water, hoe heet dat ook weer? River dance. Gewoon beide dingen. En dan perfect, good, perfect, perfect. Echt insane. Maar ik denk dat zij niet meer kijken naar wat er gebeurt. Dat kan niet. Dit is gewoon uit je hoofd klinken. Van groen, 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 blauw, blauw, groen, groen, blauw, blauw. Minstens net zo knap. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar dat gaan we dus niet meer doen. Nee. Ik heb er in diezelfde categorie dan toch wel eentje. Muziek? Niet per se, maar meer in een soort van ergens gimmicky ding. Maar wat wel ook aansluit bij wat ik dan uiteindelijk ben gaan doen. Ik weet niet of ik trots kan zeggen, maar ik heb ooit heel lang geleden... terwijl ik eigenlijk ouders had die... Ze hadden zoiets van, nou, ga maar gewoon economie studeren of zo. Dus tijdens mijn middelbare school heb ik de SpongeBob 3D studio opgepikt. En ik vind het vet dat ik dat heb, omdat het de eerste... Ja, het lijkt helemaal nergens op, ik heb het straks even opgezocht. Maar het was gewoon de eerste editing software die ik ooit zag. Toen ik 8 was, rende ik met mijn vriendjes rond met de video recorder van mijn opa. Maar dat deed je echt nog gewoon een ouderwetse tape in. Mm-hmm. Dus we konden dat niet editen. Het enige wat we konden doen is als iets fout ging, even terug. Want de benen zijn gebroken. Ik heb een keer bijna zelfmoord gepleegd toen ik een Mission Impossible stunt na wilde doen. Jesus. Allemaal dat soort dingen. Per ongeluk, hè? Dus dat ging altijd... En dat was dan met ketchup, bloed maken en zo. Dus dan speelden we... Als we een soundtrack wilden, dan zetten we de radio gewoon heel hard. Dat was zeg maar wat het tot die tijd was. En toen kwam de middelbare school. Creatief. Maar toen zijn we met mijn ouders, nou, gaan we doen maar gewoon normaal. Maar toen had je op een gegeven moment dus de SpongeBob of Nickelodeon cartoon studio. En dat was hij wordt niet gevonden, denk ik. Maar dat was kijk, dit is het. Het was het eerste wat enigszins lijkt op wat ik nu nog steeds gebruik, Premiere Pro. Maar je begon daarna natuurlijk met de iTunes, iMovie, dat soort achtige programma's. Maar ben je dan ook iemand die, hoe heet die game van Sony? Dreams, toch? Dat is ook zo'n, waarin je games kunt maken. Het is ook gewoon een tool. Insane dingen maken ze daar. Nou, ik heb ooit wel een keer een game gemaakt via dat andere redelijk simpele programma. Maar dat gebruik ik Unity. Denk ik. Ja, Unity zegt officieel. Dreams is echt een game. Met Unity heb ik wel eens dit soort dingetjes gemaakt. Dat vind ik dan vet om zelf sprites te maken en dan een redelijk simpele platformer te maken. Maar ik vond dit gewoon. Dit was voor mij alsof ik daadwerkelijk een animatiefilm aan het maken was. En als ik het nu zie, ziet het er niet uit. Nee. Maar ik bedoel, ik vind het wel gewoon vet dat 13-jarige ik dit hiermee aan de slag ging. En dat er ergens toch iets uit voort is gekomen, zeg maar. Maar Daan doet ook veel editing en vormgeving. Hij is dus helemaal een fan van in Zoo Tycoon complete dierentuinen maken. Dat heb jij dus niet. Ik heb vroeger wel Rollercoaster Tycoon gespeeld, maar het is nu ook niet meer. En het is nu ook mijn werk natuurlijk. Dus ik zou dit nu niet meer thuis gaan zitten doen. Nee, precies. Nee, maar hij vindt het gewoon leuk om dat soort dingen te bouwen. Het gaat hem om het bouwen van, weet je. En dat doet hij nu ook in het echt. Maar ik heb dat dus niet. Want ik zou het graag willen, maar ik heb het weinig geduld voor. Jij hebt het ook niet per se. Nee, gewoon helemaal niet. Nee, want maar in RTS bijvoorbeeld ben jij wel bezig om je resources en echt... Maar dat vind ik wel persoonlijk dan ook weer het mindere onderdeel van RTS games. De building side of things, zeg maar. Bij een Total War valt het gelukkig nog redelijk binnen de perk allemaal. Yeah. Want er wordt ook wel redelijk vaak aangegeven van oké, ik kan het beste hier nu mee bezig gaan of dat even opwaarderen. Het is allemaal nog redelijk overzichtelijk, maar ik ben niet constant bezig met die resource management zoals bij heel veel van die andere RTS games. Zo. En waar het mij uiteindelijk om gaat is dat ik mijn leger goed positioneer en er op een toffe manier de strijd mee kan aangaan. Weet je wel? Dat strategische aspect van RTS games vind ik toffer dan de resource management. Maar je hebt nooit de perfect battle een keer gedaan? Oh ja, vast wel. Ja. Zeker wel, zeker. Een mooie epische battle met mijn sterkste manschappen tegen de sterkste manschappen van het andere land, de andere factie. Tuurlijk wel. En daar blinkt een Total War franchise ook in uit. Oké. Bij mij hoort natuurlijk FIFA erbij. En voor mij is het altijd, elk jaar doe ik hetzelfde. Ik wil gewoon met seasons in de eredivisie terechtkomen. Dus de eerste. Dus dat is de hoogste divisie. Mm-hmm. En daarna stop ik ermee. Dat is altijd een ding. En het ene jaar gaat het makkelijker als de andere. En het leuke is ook altijd het begin. Ik krijg FIFA altijd net iets eerder als de gewone gamer. En dan sta ik altijd 2 weken sta ik altijd in de top 1000 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op de Xbox of de PlayStation. Met de meeste overwinning. Daarna dan verwatert het ook. Want er zijn mensen die dat dus echt 100 potjes per dag spelen. Ja, en die trekken de portemonnee en dan gaat het helemaal snel. Nou ja, ik speel geen fut. Hè. Seasons is gewoon echt gewoon één team. En dat moment dat ik dat dan haal. Want zo fucking goed ben ik nou ook weer niet in FIFA. Het is altijd voor mij best pittig om even de hoogste divisie te halen. En dat moment dat ik het dan haal, dat ik genoeg punten heb. Meestal moet je 6
van de 10 potjes moet je er 6 of 7 winnen. En dan promoveer je. Ik vind dat systeem, dat is voor mij gewoon FIFA. En dat vind ik gewoon een leuk systeem. Het is jammer dat ze af en toe niet het gewoon helemaal resetten. Gewoon weer even van helemaal overnieuw beginnen. Want als ik dan eenmaal de eerste divisie heb gehaald... Ja, wat moet ik dan doen? Weet je wel? Ja, je kan niet veel hoger. Dus dan is de jeu er ook meteen voor af. Maar ja. Dat is voor mij ook altijd even een moment dat ik toch echt wel... dan loop ik ook best wel een klein beetje juichen door de kamer heen. Als er niemand kijkt. In het verlengde daarvan heb ik ook mijn laatste ding wel. Ik bedoel, ik heb nog echt diep zitten nadenken. Tuurlijk zullen er nog wel dingen zijn waar ik trots op ben. Maar voor mij was... die moet er natuurlijk ook in, hè? Rainbow Six Siege. In de 7 jaar dat die game nou al bestaat... en nog steeds ondersteund wordt met nieuwe seasons en dergelijke. Het was voor mij altijd een missie om platinum te worden. Ja, ja, ja. Platinum was altijd het doel voor mij. Ja, jij wilde nooit hier voor de lol even spelen, hè? Want dan ging je ranking omlaag. Nee. Als je voor de lol speelde, casual, dan... Nee, ja, dan... precies. Maar dat je met ranking, want dan hadden we geen headset en zo. Het zei, nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat werkte gewoon niet. Koptelefoon is essentieel. Ja. Maar het ding was gewoon... dat was altijd het doel. En dat bereikte ik regelmatig. Ja. De laatste jaren, nu ik het wat minder vaak speel... wordt het steeds moeilijker. Dan ben ik al blij als ik gewoon in gold terechtkom. Maar voor mij, de icing on the cake... Hè, die cherry on top of the cake... waren er dan vaak wel de clutches en de aces die ik dan die ik maakte. Aces, een team bestaat uit 5 man. Mm-hmm. En dat je gewoon solo of gewoon in je eentje verantwoordelijk bent... voor het killen van 5... tegenstanders in een ronde, zeg maar. Mm-hmm. Oh, je kan allemaal maar 1 keer kills dood. Klaar. Ja, daar ben je weg. Ja, je kan niet respawnen. Het is gewoon echt 5 tegen 5 en dood is dood, zeg maar. Maar dat overkwam me niet heel vaak. Des te bijzonderder was het. Want ik was altijd een van de mindere... Ik ben altijd een van de mindere goden geweest. Nou ja. Wanneer ik... Nee, met ik, heb jou, ik heb jou gisteren nog 10 man met een controle helemaal weg zien spelen... terwijl ze allemaal een PC hadden. Dat is ook wel zo. Ja. Ja, maar dat zijn gewoon... fucking nerds. Oh ja. Journalisten en influencers en streamers. Nou, maar jij binnen het team ben jij vaak ook de verdedigende. Hè? Jij bent wat meer op de achtergrond. Ik ben nooit iemand die aan het roamen is. Want die maakt vaak over het algemeen de meeste kills. Die hebben meer kans daarop, of niet? Nou, ze lopen ook meer risico's natuurlijk om tegen een overmacht terecht te komen, weet je wel. En ik ben redelijk statisch en wanneer we verdedigen. Maar ja, soms heb ik mijn momenten, ook vandaag de dag nog. Want van de week had ik ook weer een paar potjes met veel kills en zo, dat het echt lekker ging. Maar nee, de aces score ik eigenlijk bijna nooit meer. Daarvoor zijn de tegenstanders, die zijn blijven doorspelen. Daar waar ik gewoon met andere games ben bezig geweest. Maar hier heb ik dan weer gewoon een lekkere ace, weet je wel. Dat is ook weer van een paar jaar geleden. Ik moest even diep graven. Heel diep in mijn clips duiken om weer bij een redelijk recente ace te komen. Ja. Maar... ja, nee, dat zijn voor mij dingen waar ik wel eventjes mijn vuistje bij bal wanneer ik aan het gamen ben, ja. Jij hebt dat helemaal niet, Joey, toch? Dat competitieve. Nee, kan me echt helemaal... Want daar kan je namelijk wel heel veel trots uithalen. Nou, ik heb het al vaker gezegd. Ik vind het, als iemand naast me zit op de bank, dan word ik wel fanatiek. Ik bedoel, als ik met een van mijn beste maten FIFA aan het spelen ben, dan wil ik dat hij verliest. Dat heb ik wel. Maar het kan mij zo weinig interesseren of iemand anders die ik niet ken beter is dan ik. Zeker in iets wat hij waarschijnlijk ook vaker doet dan ik. Dus daarom vind ik online eigenlijk ook zelden tot... Ja. Maar daar heb ik me ook al lang bij neergelegd. Weet je wel? Kijk, omdat ik zoveel verschillende games speel, wordt het heel moeilijk om überhaupt ergens in uit te blinken. Ja, dat is waar. Dus dat accepteer ik ook gewoon. Het is wat het is. Maar dat maakt het wel des te toffer wanneer je dan boven jezelf uitstijgt. En MVP wordt na een potje, weet je wel, met meeste kills en meest betekenisvolle handelingen die je verricht hebt, et cetera, et cetera. Dus dan is er nog genoeg reden om trots ergens op te kunnen. Ja, ik snap het wel. Ja, ik heb het zelf gewoon. Ik heb het met spellen, als het bij een quiz of zo, dan heb ik het wel. Maar dan is het gewoon een kennisding. Maar als ik het gevoel heb dat er ook maar iets van geluk bij een spel zit, dan kan ik het heel makkelijk naast me neerleggen en dan pak het. Heb jij nog wat? Ik heb, we moeten toch even naar Crash Bandicoot toe. Mijn favoriete oranje, wat is het? Ja, een Bandicoot. En dan beginnen we bij de Slippery Climb. Dat is het meest heftige level wat er op het begin was. Dit is de tijd... Ik heb dit dus... Ja, dit is de PlayStation 1. Dit is het lastigste level wat er is. En in deze eerste game moest je ook nog het einde van een level halen zonder dood te gaan en alle dozen te hebben. Later werd het alleen alle dozen, maar had je vaak wel checkpoints. Maar dit moest je dus in één keer halen
zonder ooit dood te gaan. En dit was echt, kijk, die trappen, die, dan donder je gewoon dood naar beneden. En zo waren er nog echt te veel platformen. Kijk, en dit, nou, hij pauze hem ook omdat hij bang is, want hij weet dat dit waarschijnlijk... Kijk, dit, en hier val je nog op een ding, maar later in dit level is het eigenlijk de hele tijd dat je gewoon dood neervalt. Dus dat was de eerste. Nou, dit heb ik later, dus op de PlayStation 3 ben ik ze allemaal nog een keer gaan spelen. En nu weet ik ze allemaal gewoon 106% te completen. Hij is de hele tijd bang, die gast. Ja, maar het is slim. En je overziet even de situatie. Ja, ja, het is ergens wel slim, maar ik vind het ook een beetje cheaten. Mm. Toen kwam de Insane trilogie een paar jaar geleden. Dat hadden ze die eerste de drie delen opgepoetst. En toen was daar ineens het level Stormy Ascent. En dat was eigenlijk een vervolg op dit level. Maar die hadden ze uit de eerste game gehaald, omdat die te moeilijk was. Dus dit was al een helse weg. Maar toen hebben ze die toch nog even teruggedaan. Nou, en dan de grootste nachtmerrie die ik ooit heb meegemaakt is toen een aantal jaar geleden, wat ik wel echt een fantastische game vind, Crash Bandicoot 4 uitkwam. Spirituele opvolger voor op Crash 3. Ja. En we natuurlijk een hele hoop shit games van Crash Bandicoot daartussen gehad. Nou, dit is echt de grootste nachtmerrie ooit. Hier moet je het level halen in één keer zonder een doos te breken. Dat was echt een nachtmerrie. Dit moet dan dus ook het hele level. En het level duurt volgens mij echt makkelijk een kwartier, 20 minuten. Nee. En dan het gebeurt gewoon zo vaak. Wel met checkpoints? Nee, zonder checkpoint. Oh. Nee. Want de checkpoint is een doos. Oh mijn god. En het gebeurt zo vaak in deze game. Kijk, en hier moet je dan bijvoorbeeld daar dadelijk overheen zonder ze dus te raken. Dus je moet dan net... Ja, dit is echt een nachtmerrie. En zo waren er heel veel van dit soort levels. En ik heb het even opgezocht wat je nou uiteindelijk moest halen. Elk level had een flashback tape die je kon halen door het level in bepaald verte in het level te komen, kreeg je een flashback tape zonder dood te gaan. Dan had je 38 levels, 5 bazen en dan 21 flashback tapes die dus ook weer 21 levels gaven. Alle levels hadden een time trial en een inverted mode. Dat betekende dat je ook een gespiegelde versie van het level had. En in elk level moest je 6 gems halen voor 40% de appels tot en met 80% alle appels. Alle dozen halen. Even kijken, maximaal 3 keer doodgaan en dan was er altijd nog een verborgen diamant. Even kijken, en dan had je ook nog dat je sommige levels dubbel moest spelen omdat je een alternatief karakter had. Dus uiteindelijk heb je al die levels een stuk, heb je gewoon, je moet 600 diamanten halen in deze game, waarin levels makkelijk 20 minuten duren. En er is niks zo pijnlijk als een Crash Bandicoot level halen, en dat was in de oude al zo, maar dan waren de levels een stuk korter. En dan net voor het einde 398 van de 400 dozen die erin staan. Dus je hebt dat hele level gehaald zonder dood te gaan, want dat moet. En dan, want je had ook nog een extra diamant als je het level haalde zonder dood te gaan. Dus dan moest je het hele level halen zonder dood te gaan en alle dozen. En dan had je dat gehaald bij best wel lastige, lange, moeilijke levels. En dan stond er gewoon dat je er nog 2 moest. En als je het dan wel haalde, en dat is dus waar ik dus het meest trots op ben. Ik heb deze de inverted levels niet uitgespeeld, maar verder wel. Dus ik heb alle levels gehaald zonder dood te gaan en alle dozen en de geheime diamant. En dat is gelukt. En dat is daadwerkelijk denk ik de beste, de knapste prestatie die ik in games ooit heb behaald. Het is mijn doel om ooit nog wel ook de inverted levels te gaan halen. Maar ik was zo klaar met deze game toen ik dat eenmaal had gehaald, dat ik hem nu even een jaartje laat liggen. En volgend jaar pak ik hem misschien weer op. Want ik wil hem ooit wel completen, want ik vind het echt een fantastische game. Maar het was gewoon toen even te veel. Maar goed, ik heb in ieder geval de normale levels helemaal uitgespeeld. En daar ben ik wel trots op. Ik ga er niet aan beginnen. Ik ook niet. Dit is niet leuk. Nou, dit is mijn Dark Souls, denk ik. Ja. Wow. Kijk, dit, ja, die TNT-boxes ook die je niet mag raken. Ja. Oh mijn god. Ik word er weer zenuwachtig van. Nee, inderdaad. Wat een move van. Skate, had jij nog wat? Of, nee, ik ben er wel doorheen. Nou, ik heb nog wel wat. Dan moet ik even op mijn telefoon kijken. Ik ken de naam van de game niet eens meer. Het is een mobile game. En het heeft te maken met... Ik hou ook van... Dus aan de ene kant hou ik van game, maar ik hou ook altijd van intellectuele uitdagingen. Oftewel, spellen met woorden. En ik weet, Skate en ik hebben ook een tijdje Word Feud. Doe ik nog steeds zo met Jan onder meer. Dat vond ik heel erg leuk, tot ik het door had. Want ik speelde random, dat heel veel mensen gewoon een woordenboek erbij pakten. En dan met belachelijke woorden kwamen. En ja, dan valt er niet meer te winnen. Het heet, en dan moet ik even goed kijken hoor, hoe het heet, het ding. Speltower heet het. Random, gewoon voorbij gekomen. En wat je krijgt is, want ik heb er niet echt beeld van, gewoon eigenlijk gewoon je krijgt 200 letters gewoon random door elkaar heen. En er zitten altijd een aantal blauwe letters bij en 2 gele. 3 blauwe, 2 gele. En die ene blauwe, dat is dan woordverdubbelaar. En die gele is dan triple. Mm-hmm.
En je moet gewoon zoveel mogelijk punten scoren. En het is het Engels. Dus je moet in het Engels woorden bouwen. En dan, ja, als je een woord hebt gebouwd, dan valt het naar beneden. Bouwen als in Scrabble-achtig. Dus, ja, maar die letters staan er allemaal. Dus je moet zoeken van... Weet je wel, je hebt van die puzzels altijd. Het staat ook al in de krant, weet je. Dat streepje dan weg. Dat staat er dan ook allemaal. Die moet je gaan zoeken. En ik kan daar dan op een gegeven moment echt... Dan moet ik gewoon de nummer 1 van de wereld worden. Dat is me niet gelukt, maar ik heb wel een foto. Als het goed is, kan ik zien. Ja, nou, ik ben dus Maragas. Dan ga ik ook wel meteen uitleggen waarom. Dat is, is een camping in Griekenland op Naxos. En daar heb ik de meest leuke dingen ter wereld ooit gedaan. Wat dan? Nou, jeugdliefdes en het was gewoon een fantastische tijd. En vandaar dat ik mezelf daar Maragas noem. En ik ben de nummer 575 van de wereld. En er doen er gewoon 144.000 doen er aan mee. En ik ben dus gewoon niet Engelstalig. Dus en hier kan ik dus echt... Het is een gratis game. Dat betekent elk potje dat ik speel, als ik af ben, dan moet ik weer door reclame zijn. Mm-hmm. En ik weet op een gegeven moment, je moet zien hoe die letters staan. Dus waar die gele, want je moet het verbinden. Dan door woordjes weg te halen kun je dat naar elkaar toe komen. Zodat je in één keer gewoon een woord kan maken met drie dubbelaars erin. Dus ik kan al vrij snel zien, oké, met deze groep letters al bij elkaar. Dit gaat niks worden. Dus volgend potje moet ik weer reclames. Ja. En dat kan ik dus rustig gewoon van 12 uur 's nachts tot 5 uur 's nachts in mijn bed blijven doen. Want ik moet namelijk gewoon... De nummer 1 van de wereld zijn. Je houdt ook vol. Ik houd vol. Ik kan daar echt, en dat heb ik met FIFA van. Ik heb een beetje hetzelfde als Kate van. Ik kan het niet met alle games doen. Ik heb het een beetje met Call of Duty. Dan wil ik daar gewoon goed in zijn. Haal ik het nummer 1? Nee. Maar ik ben hier dan wel trots op van. Nou, voor iemand die niet Engels kent. Ik ga ook geen woordenboek bijpakken. Probeer ik toch Engelse woorden te verzinnen. En uiteindelijk gewoon die scores. En daar word ik wel heel erg zen van. Gewoon, en dan kan ik echt wel, fuck, ja, ik heb weer 5 punten erbij. Dan ga ik weer wat hoger in de charts, weet je. Ik bedoel, ja, dat werkt bij mij heel erg. Ja. Wat dat is, bewijslast, dat bewijsdrang, dat zou best. Het is leuk om ergens de beste in te zijn. Want ik had van Skate namelijk ook misschien nog wel... Call of Duty? Zijn oude Call of Duty headquarters tijd. Ja, maar dat is dan in een groepsverband, hè? Ja, en Gears of War. Ja, maar in Gears werd ik geen... Met Gears kwamen wij niet in de top 500 van de wereld. Zoals we bij Call of Duty Modern Warfare 1 en 2 en Black Ops 1 en 2 wel deden. Ja, was in die tijd was je fucking goed. Ja, maar, nee, jij was goed. Ik was vooral goed in headquarters met mijn team. En gewoon, wij waren heel erg objective-based. En we hadden een paar roamers die dan gewoon... We hadden 2 man die dan heel snel naar de volgende headquarter point gingen... Andere mensen die hielden dan weer de tegenstanders af, zodat wij gewoon minder problemen hadden met zo'n headquarter point pakken. En vaak hadden dan die kut Fransen en Spanjaarden, die hadden meer kills dan wij. Ja. Maar wij wonnen de pot, omdat wij gewoon altijd veel meer objective-based bezig waren. Ja, ja. En niet met onze KD, onze kill-death ratio. Dan moet je team deathmatch spelen. Ja, en dan nog eindigden we vaak wel allemaal dik in de plus, met een positieve KD. Mm-hmm. Maar nee, dat was wel iets om... daar gaf ik ook altijd wel vrij hoog over op. Ja, top 500 van headquarters. En zei, ja, we spelen maar 600 mensen mee. Nee, dat is niet waar. Ook daarin waren er echt vele duizenden spelers die mee... Ik geloof iets van 200.000, 300.000 altijd wel die headquarters speelden. In die tijd dat het nog echt wel een big thing was. Het wordt wel steeds moeilijker, dat merk ik ook. Hoor. Van, ik heb altijd met Team Deathmatch, ik wil altijd... Dat het me lukt om... Ja, dat is niet mijn ding. Dit is objective. Nee, oké, maar... kill je tegenstanders. Dat snap ik. Maar ik wil dan voor mezelf... Want ik ben een lone wolf. Wil ik altijd bij Team Deathmatch 1-2 zijn binnen het potje, weet je. Dus, en ik wil een kill-death ratio onder de 1.5. Vind ik eigenlijk wel... Ja, daar schaam ik me dan redelijk voor, weet je wel. En ik ga dat toch proberen om dat te worden. Het is een beetje de strijd tegen de tijd op een gegeven moment. Ja, dit ben is, ik niet. Is het Black Ops? Ja, het is Black Ops, ja. Ik moet zeggen dat ik beter ben in Treyarch games dan in Infinity Ward games. Ligt mij wat dat betreft meer. Maar ik merk wel dat het jaar na jaar wordt het wel lastiger om mee te komen met jongeren. Met jongere gamers. En ik merk ook dat bijvoorbeeld zo'n Warzone, omdat het een heel ander type gameplay is, veel langzamer, dat ik daar gewoon... Dat lukt me gewoon niet. Dus vandaar dat ik gewoon de old-fashioned multiplayer modes vind ik nog steeds het leuk. Ik vind Seasons nog steeds het leukst bij FIFA. En niet zozeer de FUT of dat wat de wat meer jongere generatie
speelt. En er zit ook altijd wel een plateau aan. Hè? Op een gegeven moment, en dat heb je altijd in het, de eerste maanden na launch, dan is de schifting. Dus dan speel je ook heel vaak tegen knuppels. En dan kan je lekker scoren. En op een gegeven moment, dan gaan die knuppels, die stoppen ermee, want het is geen hol aan. En dan blijven inderdaad, net als bij Rainbow Six, op een gegeven moment een harde kern van mensen over, die over het algemeen gewoon heel goed is. En dan kan het wel eens zo zijn dat ik denk van, oké, ja, ik kan nu gewoon, ik kom er niet meer aan te pas, weet je. Oké, stop het maar. Eigenlijk een van de knuppels dan die ermee ophoudt. Dan ben ik een knuppel inderdaad, ja. En dat is... Ja, maar dat is ook het nadeel van vind ik wel lastig om eentje te spelen zonder team, zonder communicatie en zo. Ja. Het zou helpen als je gewoon ook een vast team had, of althans een club mensen om mee te kunnen spelen. Maar ik irriteer me dan aan de wil of de inzet van anderen. Dat is het een beetje. Ik heb geen vrienden, mijn persoonlijke vrienden die gamen, dus dan moet het toch random mensen zijn. En natuurlijk word ik wel eens uitgenodigd door communityleden en dat soort dingen. Maar dat, ja, is ook een reden waarom ik ben gaan fitnessen en gestopt ben met basketbal, weet je. Dat derde helft gelul, weet je wel. Het gaat maar, ik wil winnen. Gewoon mensen. Alles voor de winst. Oh, ja. En dat kan ik het beste gewoon in mijn eentje doen, want dan kan ik alleen maar mezelf pijnigen als het niet lukt. Maar ja... Deze game was zo goed, man. Ja, godverdorie. Ja, je hebt dat dus niet, dat competitieve, die drang om... toch nog even grinden, even een potje wapen beter afstellen, weet je. Ik heb het ook met racen gehad. Ja, jij zoekt dat dan meer in een level uitspelen of... Ja, ik heb wel denk ik hetzelfde als jij, dat ik het chiller vind om het in mijn eentje te doen. Want dan kan ik het ook echt zo spelen zoals ik zelf wil. Kijk, natuurlijk op een gegeven moment heb je time trials en dan moet je alsnog haasten. Maar ik vind het heel gewoon relaxed om het in mijn eigen tempo. En als ik 10 minuten stil wil staan, kan ik stilstaan. Ik kan een pauze drukken. Ja. Ik ben gewoon met andere dingen bezig. Ik heb er nog eentje meegenomen. Ja, nee, vooruit. Mooi afsluiter. Ja, het is ook een eindbaas. Dus het is echt een mooie afsluiter wat dat betreft. De eindbaas uit Kingdom Hearts 1. En ik kan me dit nog zo goed herinneren. Want ik dacht dat er geen einde aan kwam. Dit is de derde stage of zo. En iedere keer als je dacht dood te hebben... Nee, ik haat eindbazen met stages. Ja, nee, maar deze had, ik denk dat deze de 28 had, want ik heb hem straks ook opgezocht en de hele video duurde 50 minuten. Nou, dat is al iemand die het kan. Ik was niet per se heel goed in deze game. Dus ik, ja, van mijn gevoel ben ik hier uren mee bezig geweest. En inderdaad, iedere keer als je dacht dat je hem had, veranderde die weer in een nog groter monster. Ja. En werd het nog moeilijker en nog kutter. En in mijn herinnering moest ik ook iedere keer als ik doodging, kijk, dit werd het dan op een gegeven moment. Nah. Ja, ik word daar echt boos op, de developer. Waarom? Waarom doe je dit? Soms voor een shock effect. From Software heeft daar een aardig handje van. Ja, die hebben er altijd wel 2-3 behoorlijke bazen. Dan denk ik van, yeah! Nee, toch niet. Weet je wel. Nou ja, kijk, het is wel zo dat het uiteindelijk is het me gelukt. En het is in mijn geheugen gegrift als een van de dingen waar ik trots ben in mijn gamegeschiedenis. Nee, dus wat dat betreft hebben ze iets goed gedaan. Ja. Maar ja, deze mocht niet ontbreken. Dus die wilde ik nog even genoemd hebben. En de angst die... Kijk, op een gegeven moment heb je het meerdere keren gedaan. Dus ja, je weet of ik kom nog een tweede, kom nog een derde keer aan. En dan weet je, oh, ik ben er bijna. Oh nee. Ja. Dan ga je krampen in je vingers krijgen en zweten. Dit was ook een game waar ik een paar levels geleden waarschijnlijk nog vrolijk met Aladdin op een vliegend tapijt aan het rondvliegen was. Weet je wel. En ineens kreeg ik dit voor me kiezen. Nou, ga er maar aan staan. Dus ja, maar het is gelukt. En daar ben ik... super, maar dan ook super trots op. Jongens, ik heb het heel erg warm gekregen van deze warme babbel. Jullie? Ja, nee, zeer warm. Ja, inderdaad. Ja. Het is ook een bodywarmertje wel, hoor. Maar. Laat even weten in de comments. Ik bedoel, zijn er dingen waar jij trots op bent qua gaming? Ongetwijfeld zijn er allerlei eindbazen of gamegebeurtenissen die wij nooit hebben gespeeld of nooit zo hebben ervaren. Laat het even weten, want het is vaak hartstikke leuk om dat van elkaar te zien. Verderop. Tijdens de 8 zomerweken krijgen we dus nog 3 extra of zeer warme babbels.